De meimaand is toch altijd een lucratieve maand. Eind mei worden de vakantiegelden uitgekeerd. Vakantiegelden die iedere werknemer het afgelopen jaar zelf heeft gespaard en worden eind mei uitgekeerd. We spreken dan toch al gauw over een bedrag van 20 miljard in Nederland. Ja, en dat is een geweldige meevaller. In de eerste plaats natuurlijk voor de overheid. De Belastingdienst, die hier toch een bijzonder tarief over mag heffen. Daarnaast een extra inkomsten in het loonzakje voor al die werknemers. Vakantiegeld is ooit bedoeld als een extraatje voor al die werknemers die toch een jaar lang hard gewerkt hebben en eigenlijk wel aan vakantie toe zijn, door alle inspanningen en door alle werkzaamheden. Maar vakantiegeld wordt tegenwoordig lang niet meer besteed aan vakanties. Wel zien we dat vakantiegeld wel in de persoonlijke levenssfeer terechtkomt. We gebruiken het heel vaak voor aflossing van schulden. En daar speelt toch vakantie een bepaalde rol bij. Want de vakanties hebben we natuurlijk al lang geboekt voor dit jaar. Daarvoor hebben we al vakantie betaald. En dat leidt misschien tot een bepaalde schuldsituatie of tot een lager spaarbedrag dat we hebben. En daar kunnen we ons vakantiegeld mooi voor gebruiken om schulden af te lossen of om ons spaarbedrag op te krikken. Afgelopen jaar werd 9 miljard extra gespaard in de maand mei. Dus we gebruiken het massaal om onze buffers te vergroten. En daarnaast is ook heel veel geld besteed aan het aflossen van leningen en verschulden. Daar kan vakantie wel een onderdeel van zijn, maar hoeft het zeker niet te zijn. Zeker in deze tijd van koopkrachtverarming kunnen we dat geld extra goed gebruiken. Wat we ook zien, en het heeft natuurlijk met duurzaamheid te maken, maar ook met de hoge elektrarekening, dat we geld gaan besteden in ons eigen huis. We gaan verbouwen, we gaan bouwen, we gaan de tuin aanpassen. En zo zijn we in staat om een vakantiegeld een jaar lang uit te spreiden, zodat we er een jaar lang van kunnen genieten. Of zo zijn we in staat om te sparen op onze energierekening. Het is natuurlijk altijd spannend hoe we dit vakantiegeld gaan gebruiken. Door te sparen onttrekken we het eigenlijk uit het economische proces, maar als we het uit gaan besteden is het heel gunstig voor het bedrijfsleven. En we zien ook veel bedrijven hier op in willen spelen, met aanbiedingen die eind mei gaan gelden, zodat we ons geld gaan uitgeven aan goederen en wellicht aan diensten. Misschien ook nog een keer naar de horeca toe gaan en dan zien we dat vakantiegeld wel degelijk kan leiden tot een economische impuls in Nederland. Een economische impuls die we tegenwoordig zeker kunnen gebruiken. En daarnaast zien we ook dat vakantiegelden bijdragen voor al die gezinnen die het zwaar hebben op het ogenblik en hierdoor een buffer te kunnen opbouwen of hun schulden kunnen gaan verlagen. Al met al moeten we heel blij zijn dat we in Nederland vakantiegeld hebben, zodat we iedereen, ieder gezin, iedere werknemer goed kunnen helpen en daarvan zijn we weer een stukje terug in de maatschappij. En 20 miljard dat uitgekeerd wordt, is wel een heleboel geld.